Goedenavond iedereen. Welkom bij Gods Woord opnieuw. Welcome again to the Word of God. Dit is de derde uitzending over dezelfde reeks. Over het herstel. The third preaching about the same series. Over het herstel van de mens in de nabijheid van God. About the restoration of mankind in the presence of God. En eigenlijk van het herstel van het goede leven of een goed leven. And actually the restoration of a good life. Mijn naam is Geert Baijens. Ik ben predikant in Believer Assembly Ministries in Heist op den Berg. My name is Geert Baijens. I'm a preacher in Believer Assembly Ministries Heist op den Berg. En wij zijn deel van Believer Assembly Ministries International. And we are part of Believer Assembly Ministries International. Opgericht door Reverend Frank Uwaila. Founded by Reverend Frank Uwaila. Een ware dienaar van God met het hart op de juiste plaats. Servant of God with a heart at the right place. En het is een eer om onder hem te dienen. And it is an honor to be under him, to serve under him. En om hem te kennen en om hem als een geestelijke vader te hebben. And to have him as a spiritual father. Vandaag hoor je ook weer onze broeder, minister Yannick, die instaat voor de vertaling in het Engels. Our brother minister Yannick that is here to translate to English. Oké, nu kunnen we van start gaan na deze introductie. And now we can start after this introduction. Vandaag gaan we verder met de studie van het leven van Abraham. Today we are going to continue with the study about the life of Abraham. En we gaan we gebruiken deze studie om te kijken hoe we vandaag ons leven terug op de rails kunnen krijgen. And we look at this study to see how we can get our lives back on track. En hoe ons leven terug kan hersteld worden tot een waardig leven in 2020. And how how our lives can be restored into a worthful life in 2020. En hoe we ook de zegens van God in 2020 kunnen ervaren door lessen te trekken uit een blijkbaar ouderwets verhaal. And how we can take lessons how we can restore our lives by taking lessons from this old story. Maar dat vandaag ook zeker nog up-to-date is. But that is still up to date today. Nu in de voorbije weken hebben we gezien hoe in Genesis 11 hoe het leven van Abraham en Sarah ontaard was. And we saw in the beginning in Genesis 11 how the life of Abraham was and Sarah was changed. En hoe ook de vorige generaties hiertoe hadden bijgedragen dat ze eigenlijk niet het leven hadden dat ze moesten hebben. And how the previous generations contributed to them not having a good life. En vorige week hebben we dan gezien hoe in het eerste deel van Genesis 12 dat Abraham in contact kwam met God. And we saw in Genesis 12 how last week in Genesis 12 how Abraham came in contact with God. En hoe dat contact onmiddellijk leidde tot hoopvolle wijzigingen in het leven van Abraham. And how it immediately led to hopeful changes in the life of Abraham. Pik je vandaag in het verhaal, vergeet dan zeker niet de predikingen te raadplegen van de vorige weken. If you start looking from today, do not forget to check the previous preachings from the previous weeks. Zodat je zeker geen stap overslaat in je herreizen. So that you do not miss any step in your resurrection. Want net zoals bij het beklimmen van een trap en het proberen overslaan van een aantal treden. Because just as when you are trying to climb stairs and you try to skip a few steps. Kan het gevaarlijk zijn om zomaar stappen over te slaan in je geestelijke en spirituele herstel van uw leven. It can be very dangerous to miss a few steps in your spiritual resurrection, in your spiritual resurrection. En voordat je het weet kan je vallen. And before you know you can fall. En ben je verder weg van het herstel dan tevoren. And then you get further from the restoration than before. En we zullen dat vandaag ook zien in het leven van Abraham en Sarah. And we will take a look at that again today in the life of Abraham and Sarah. Want we gaan het vandaag hebben over een onderwerp wat genaamd is Let op voor terugval. Because today we are going to speak about be attentive, look out for backsliding. En vorige week hebben we gezien hoe Abraham en Sarah aan het groeien waren in hun geloof en in het volgen van Gods stappen die uiteindelijk leiden tot een volledig herstel van het leven van Abraham en Sarah. Last week we looked at the steps that they took
and how their lives were changing and how they were moving, which were causing the things to change in the life of Abraham and Sarah. En later zullen we zien dat effectief ook tot een volledig herstel zal leiden van hun leven. And later we will see that it how it truly works out to a complete restoration of their lives. Ook vorige week hebben we gezien hoe Abraham en Sarah waren aangekomen in het beloofde land. We saw also how Abraham and Sarah came onto the promised land. Of het land waar God zijn beloftes ging waarmaken aan Abraham, die hij beloofd had in Genesis 12, 2, versen 2 en 3. Or the promise, or the land where God had promised, or the land where the promises of God were supposed to come to pass as promised in Genesis 2 and 3. En vandaag gaan we verder lezen in Genesis 12. And today we are going to continue in Genesis 12. En ook al begint het verhaal waar we vandaag willen inpikken in vers 10, zullen we toch terug alles lezen van vers 1 om eigenlijk te zien waar dat we gebleven zijn. Even though the preaching normally starts from verse 10, the topic of today, we are going to start from verse 1 again. Dus laten we onze Bijbel terugnemen naar Genesis 12. So let us take our Bibles to Genesis 12. Als we beginnen te lezen van vers 1. From verse 1. En de Bijbel zegt, toen zei de Heer tot Abraham, now the Lord had said to Abraham, vertrek uit je land. Get out of your country. Verlaat je familie en het huis van je vader. From your family and from your father's house. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. To a land that I will show you. En ik zal een groot volk van je maken. I will make you a great nation. En ik zal je zegenen en je naam zal overal bekend worden. I will bless you and make your name great. En je zal tot een zegen zijn. And you shall be a blessing. Als mensen je goed behandelen, zal ik goed voor hen zijn. I will bless those who bless you. En als mensen jou slecht behandelen, zal ik slecht voor hen zijn. And I will curse him who curses you. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. And in you all the families of the earth shall be blessed. En toen vertrok Abraham, zoals de Heer tegen hem had gezegd. So Abraham departed as the Lord had spoken to him. En zijn neef Lot ging met hem mee. And Lot went with him. En Abraham was 75 jaar toen hij uit Haran wegging. And Abraham was 75 years old when he departed from Haran. En hij vertrok met zijn vrouw Sarai en Lot. Then Abraham took his wife Sarai and Lot. En de zoon van zijn broer en met alles wat zij bezaten, al hun vee en al hun slaven die ze in Haran gekocht hadden. And all their possession that they had gathered and the people whom they had acquired in Haran. En ze trokken naar het land Canaan. And they departed to the land of Canaan. En toen ze daar aankwamen, trok Abraham verder door het land tot aan de plaats Sichem. And so they came to the land of Canaan, and Abraham passed through the land to the place of Shechem. Bij de eikenbomen van Moreh. As far as the terebinth tree of Moreh. En in die tijd woonden de Canaanieten in het land. And the Canaanites were in that land. Were then in the land. En toen kwam de Heer bij Abraham en hij zei. Then the Lord appeared to Abraham and said, ik ga dit land later aan jouw familie geven. To your descendants I will give this land. En Abraham bouwde een altaar voor de Heer op de plaats waar hij naar hem toegekomen was. And there he built an altar to the Lord who had appeared to him. En toen brak hij zijn tenten af en trok in zuidelijke richting naar de bergen aan de oostkant van Bethel. And he moved from there to the mountain east of Bethel. En daar zette hij zijn tenten weer op. And he pitched his tent with Bethel. Ja, tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. On the west and Ai on the east. En hij bouwde een altaar voor de Heer en aanbad daar de Heer. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. En vandaar trok Abraham steeds verder naar het zuiden. So Abraham journeyed, going on still towards the south. Tot hier hebben we gegaan vorige week en nu komen we in het verhaal waar we het vandaag over willen hebben. En de Bijbel zegt. This is where we stopped last week, and now we are entering where we are beginning today. En de Bijbel zegt in vers 10, toen kwam er hongersnood in Canaan. Now the Bible says, now there was a famine in the land. En daarom trok Abraham naar Egypte. And Abraham went down to Egypt to dwell there. En daar wilde hij blijven wonen zolang er in Canaan hongersnood was. For the famine was severe in the land. Want het was een heel zware hongersnood. En toen hij bij de grens van Egypte kwam, zei hij tegen zijn vrouw Sarah. Je bent een mooie vrouw. And it came to pass when he was close to entering Egypt that he said to Sarah his wife. Als de Egyptenaren know that you are a woman of beautiful countenance. Als de Egyptenaren je zien, zullen ze mij vermoorden om met jou te kunnen trouwen. Therefore,
it will happen when the Egyptians see you that they will say this is his wife. En ze zullen me doden omdat jij mijn vrouw bent. And they will kill me. Zeg daarom dat je mijn zus bent. Please say you are my sister. Dan zullen ze me goed behandelen en me in leven laten. That it may be well with me for your sake and that I may live because of you. En toen Abraham Egypte binnentrok, zagen de Egyptenaren dat Sarai een heel mooie vrouw was. So it was when Abraham came into Egypt that the Egyptians saw the woman that she was very beautiful. En de dienaren van de farao vertelden hem over haar. And the princes of Pharaoh also saw her and commended her to Pharaoh. En daarom liet de farao Sarai naar zijn paleis brengen. And the woman was taken to Pharaoh's house. En dat was goed voor Abraham. And he treated Abraham well for her sake. Omdat hij met Sarah wilde trouwen. En hij gaf hem schapen, koeien, ezels, slaven, slavinnen, vrouwtjes, ezels en kamelen. And he had sheep, oxen, male donkeys, male and female servants, female donkeys and camels. Maar de Heer strafte de farao en iedereen in zijn paleis met allerlei ziekten, omdat hij Sarah, de vrouw van Abraham, bij zich in zijn huis had gehaald. But the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarah's Abraham's wife. En toen riep de farao Abraham en zei: waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je me niet verteld dat ze je vrouw is? And Pharaoh called Abraham and said, what is this you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? Waarom heb je gezegd dat ze je zus is? Why did you say she is my sister? Ik was bijna met haar getrouwd. I might have taken her as my wife. Hier is je vrouw weer. Neem haar mee en verdwijn. Now therefore here is your wife, take her and go your way. En de farao gaf zijn mannen het bevel om Abraham met zijn vrouw en met alles wat hij had het land uit te zetten. So Pharaoh commanded his men concerning him and they sent him away with his wife and all that they had. Nogmaals, vandaag spreken we over let op voor terugval. Today we are talking about look out for backsliding. Abraham was aan het herreizen. Abraham was being resurrected. Of aan het herstellen in het leven dat God voor hem bestemd had. Or being restored into the life that God had for him. En hij was aan het groeien in zijn geloof. And he was growing in his belief. En hij ontvangt getuigenis na getuigenis. And he receives testimony after testimony. En dan komen we in vers 10. And now we enter into verse 10. En God had Abraham gebracht naar een plaats die Canaan genaamd was. And God had brought Abraham to a place named Canaan. Waar hij Abraham en Sarah wou zegenen en herstellen wat door zonde, ongehoorzaamheid aan God en gebrek aan kennis van God en Gods woord was verloren gegaan. Where he wanted to restore all the things that were lost through not knowing God, through the sin of the previous generations. En wat was dat gevolg? Dat was Sarah's onvruchtbaarheid. And what was the consequence of all those things? It was the barrenness of Sarai. En God wou die vruchtbaarheid herstellen. And God wanted to restore that fruitfulness. En aangekomen op deze plaats Canaan. And when they came to this place Canaan. En rondgetrokken door dit land en gezien dat dit een goed land was om zich te vestigen. After having gone through the land and seen that it was a good land to stay in. Duikt er een eerste test van hun geloof op. En de Bijbel zegt hongersnood rijst op in het land van Canaan. And the Bible says now there was a famine in the land. En we zien dat waar Abraham toen alles goed ging, volledig vertrouwde op God. And we see that where Abraham completely trusted in God before. En dat hij op die moment enkel maar stappen ondernam waarin hij God vertrouwde en wanneer God tot hem sprak. And as he was taking steps only when God told him to take the steps. Dat nu dat deze test komt, dat er een verandering terug optreedt in het leven van Abraham. We see that when this test rises up now. There's a change that happens in the life of Abraham. Vorige maal hebben we gezien dat Abraham overal waar hij verbleef een altaar of een punt met contact maakte voor God. Last time we saw that everywhere that Abraham went, he made an altar for God or a point of contact with God. Abraham zocht dus altijd de raad van God tot op dat moment. Abraham was always looking for the counsel of God until this point. Maar nu dat er blijkbaar een enorm probleem optreedt om de kudde waarmee God hem gezegend had te voeden. But now that there is a problem that rises to feed the oxen, the sheep, the cattle that God had given him. En om zijn familie en dienaren van eten te voorzien. And to provide food for his family and his servants. Nam Abraham hals over kop de beslissing om het beloofde land te verlaten en naar Egypte te gaan.
Abraham now takes the decision to leave the promised land and to go to Canaan, to Egypt. Nu, Egypte werd geregeerd door een wereldse heerser genaamd Farao. Egypt was led by a worldly leader named Pharaoh. Die andere goden aanbad. Who worshipped other gods. En die andere dingen belangrijk vond in het leven. And who found other things important in life. En Abraham gelooft door het probleem dat God hem niet meer kan helpen. And Abraham believes that through because of this problem that God no longer can help him. En hij gelooft dat Egypte hem de uitweg zal bieden. And he believes that Egypt will provide for him the food. Een uitweg zal bieden. A way out. Dus we zien hier dat er een eerste terugval is in het geloof van Abraham. So we see that there's a backsliding in the life of Abraham. De Bijbel zegt dat de hongersnood in Canaan heel zwaar was. The Bible says that the hunger, the famine in Canaan was very severe. En het dus waarschijnlijk niet onmiddellijk een einde in het zicht leek. So there was no end. He could not see the end of it. Dus daaruit kunnen we al afleiden dat het geplande verblijf in Egypte, het ging niet een kort verblijf zijn, maar het ging waarschijnlijk een lang verblijf van Abraham zijn in Egypte. So from there we can already see that we can conclude that his stay in Egypt was going to be for a longer period of time. Nu ook vandaag verliezen vele mensen hun geloof wanneer een tegenslag hun pad kruist. And today also a lot of people lose their belief because there are issues that rise up in their lives. En dat is eigenlijk het raakpunt met het verhaal van Abraham dat we reflecteren op de situatie van vandaag. And that is actually where we end, where we how we can relate or reflect the story of Abraham into the lives of today. Maar vandaag gaan we leren dat je toch beter blijft vertrouwen op God. But today we are going to study that it is better to continue to trust in God. Want in situaties waar je zelf niets kan aan doen of waar je jezelf niet kan behelpen of aan dingen kan verhelpen. But in the situations that you cannot, that's where you are in and you cannot help yourself. Is er maar één die je kan helpen. There is only one person that can help you. En dat is God. And that is God. En we gaan nu dadelijk een aantal gevaren of gevolgen zien van terugval. And we are going to look at a couple consequences of backsliding. En misschien zal je die herkennen in je leven. And maybe you will recognize them in your life. En dat wil dan zeggen dat er een terugval in je geloof is. And that will mean that there is a backsliding in your spirit. Of dat je misschien helemaal nog niet tot geloof bent gekomen. Or that you have not come to complete understanding yet. Nu, wat is terugval? Now, what is backsliding? Terugval is zichtbaar door het terugreiken naar een werelds leven. Backsliding is visible when we are trying to reach back to a worldly life. Naar wereldse oplossingen. To worldly solutions. Wanneer je besloten had voordien om God te volgen. Where we have decided before to follow Christ. En dat niemand of niets je nog van God zou kunnen los trekken of wegbrengen van Gods nabijheid. And where we had said that nothing would take us away from the presence of God. Dus dat is wat we ook zagen nu in Abraham. Abraham had God gevolgd en van Ur naar Haran, van Haran naar Canaan, en hij had rondgetrokken in Canaan, het onder verschillende volkeren geleefd, maar niets kon hem verwijderen van God. And that is what we saw in the life of Abraham. Abraham had followed God from Ur to Haran, from Haran to Canaan, and although he was living amongst other people, nothing could separate him from God. En dan zien we dat in vers 10 dat er een hongersnood uitbreekt. But now we see in verse 10 that there's a famine in the land. En we lezen nog eens terug Genesis 12 11 12 en 13. And we can read again in Genesis 12, 11, 12 and 13. En de Bijbel zegt toen hij de grens of bij de grens van Egypte kwam, zei hij tegen zijn vrouw Sarai. And it came to pass when he was close to entering into Egypt that he said to his wife Sarai. Je bent een mooie vrouw. Indeed, I know that you are a woman of beautiful countenance. Als de Egyptenaren naar je zien, zullen ze mij vermoorden om met jou te kunnen trouwen. Therefore, it will happen when the Egyptians see you that they will kill me. En ze zullen me doden omdat je mijn vrouw bent.
And they will kill me because you are my wife. Zeg daarom dat je mijn zus bent en dan zullen ze me goed behandelen en me in leven laten. Please say that you are my sister, that it may be well with me. Nu wat? That I may live because of you. Wat zien we of wel, wat, hoe zien we de terugval in Abraham's leven hier? Now how do we see the backsliding in the life of Abraham here? Nu, we zien hier dat wanneer je Gods nabijheid verlaat, zoals Abraham naar Egypte ging, dan begin je naar wereldse oplossingen te reiken. We see here that when you leave the presence of God just the way that Abraham did, you start to reach for worldly solution. Nu, het eerste gevaar is dat je dingen anders begint te zien dan God. The first thing is that you start the first problem or danger is that you start to see the things differently than God. Of van de moment dat je bij in Gods nabijheid was. Or the moment that you were close to God, in the presence of God. De vraag is, was het nu dat Abraham pas zag dat zijn vrouw Sarah een mooie vrouw was? The question is this the first moment that Abraham realized that his wife was beautiful? Voordien hebben we hem dat nooit horen zeggen. Before that we did not hear him say that. Maar nu dat hij naar Egypte ging, zei hij, ah, Sarah, je bent een mooie vrouw. But now that he was going into Egypt, that is when he said, Sarah, you're a beautiful woman. Maar hij zei dat niet omdat hij vond dat zij een mooie vrouw was. But he did not say that because he thought she was a beautiful woman. Maar hij zag het als een gevaar voor hun relatie, voor zijn leven. But he saw it as a danger for his life. Nu toen hij op weg ging met God. Now when he was on the way with God. Van Ur naar Haran. From Ur to Haran. Van Haran naar Canaan. From Haran to Canaan. Wanneer hij rondtrok in Canaan. When he was going journeying through Canaan. En te midden van allemaal vreemde volkeren. And in the middle of a lot of all the different kind of people. Nu heeft Abraham nooit vermeld dat Sarah een mooie vrouw was. Abraham had never mentioned that Sarah was a beautiful woman. En dat deze schoonheid een gevaar kon zijn voor hun relatie. And that this beauty could be a danger for their relationship. Of voor hun leven. For his life. Waarom? Why? Omdat het huwelijk. Because the marriage. Het huwelijk dat ze hadden, een relatie onder het wakend oog van God was. En under the sight of God, under the eyes of God. En een relatie die onder het oog van God is of onder het wakend oog van God is, loopt nooit gevaar. And a relationship that is under the eyes of God is never in danger. Nu vandaag de dag staan vele relaties onder spanning. And today a lot of relationships are under pressure. En eindigen dikwijls in een breuk omdat God geen deel meer uitmaakt van huwelijk of relaties. And end up being divided because God is not part of relationships nowadays. In een christelijke relatie is elke man blij met een mooie vrouw. In a Christian relationship, everybody is happy. Every man is happy with a beautiful woman. En zelfs ook in een niet-christelijke relatie, geloof ik. And even not in a Christian relationship. Maar in een christelijke relatie hoeft of maakt de man zich geen zorgen. Dat deze vrouw zal ingepikt worden door iemand anders. But in a Christian relationship, the man is not afraid that the lady will be taken by somebody else. Laat staan dat de man bang is dat hij vermoord zal worden. Let alone the fact that he gets afraid or scared that somebody will kill him. Omwille van de schoonheid van zijn vrouw. Because of the beauty of his wife. Maar Abraham, hij wordt wel bang om die reden. But Abraham, he is scared because of that reason. Omdat hij zich verwijderde van de nabijheid van God. Because he removed himself from the presence of God. Want het is nergens vermeld dat God Abraham had gevraagd om naar Egypte te gaan. But because it is not mentioned anywhere that he was asked to go to Egypt. En eveneens was het nergens vermeld dat God samen met Abraham naar Egypte was gegaan. And it is not mentioned anywhere that God went with him to Egypt. Dus Abraham ging op eigen houtje naar Egypte. So he went by himself to Egypt. En hij ging alleen zonder God. And he went without God. En daarom begon Abraham de dingen anders te zien. And that is why Abraham started to see things differently. Nu Sarah's schoonheid was nu een gevaar in plaats van een zegen. The beauty of Sarah became a danger instead of a blessing. Dus dat is het eerste wat er gebeurt wanneer er een terugval is in ons leven. That is the first thing that happens when there's a backsliding in our life. Dan beginnen we dingen anders te zien dan dat we ze voordien konden of zagen. We
In Genesis 3 zien we ook dat Eva in het gezelschap van de slang dingen anders gaat zien. In Genesis 3 we see that Eve in the because of the company of the snake she starts to look at the fruit in the middle of the garden differently. De Bijbel zegt dat zij het fruit van de boom in het midden van de tuin dat ze voordien zag als giftig als iets wat ze niet mocht aanraken. The Bible says that the fruit that she saw in the middle of the garden as something that she was not allowed to touch. Wat ondenkbaar was voor haar voordien om ervan te eten. Something that was unthinkable to eat of. Dat wanneer ze nu onder invloed van de slang kwam en eigenlijk een terugval kende in haar geloof. That when she comes under influence of the snake and actually backslides. Door te gaan geloven dat wat de slang zei. By starting to believe what the snake says. Begon ze nu die boom te zien als een lust voor het oog en die vruchten als iets lekkers. She started to look at the fruit as to grow lust of the eye for the fruit and see the fruit as something good. Dus wanneer we ons verwijderen van Gods nabijheid. So when we remove ourselves from the presence of God. Kunnen we dingen die slecht zijn. The things that are bad. Kunnen we als goed gaan beoordelen. We can start to look at them as good things. En omgekeerd, dingen die goed zijn, die kunnen we als slecht gaan beoordelen. And the other way around, the things that are bad, we can start. The things that are good, we can start to look at them as bad. En dat is het gevaar van terugval. And that is one of the dangers of backslide. En daarom blijven we beter in alle situaties geloven in God en in Gods woord. And that is why it's better for us to keep believing in the word of God in all situations. Nu, een tweede gevaar wat we zien in het leven van Abraham is angst. A second danger that we see in the life of Abraham is fear. Abraham had nooit angst gekend in zijn hele reis toen hij bij God was. Abraham never knew fear in his whole journey when he was with God. Waarom? Why? Omdat 2 Timotheus 1:7 zegt dat angst is niet van God. Tells us that fear is not of God. En omdat Abraham altijd op weg ging met God. And because Abraham was always with God. Daarom kreeg angst ook geen toegang in het leven van Abraham. Fear had no access onto the life of Abraham. Zolang hij bij God was. As long as he remained with God. Maar vanaf het moment dat hij beslist om op zijn eentje naar Egypte te gaan. But from the moment that he decides to go to Egypt by himself. En dat hij naar Egypte reikt. And that he reaches for Egypt. En dat hij de nabijheid van God verlaat. And that he leaves the presence of God. Zien we dat angst toegang krijgt in het leven van Abraham. We see that fear has access onto his life. Dus angst is een gevolg van terugval in uw leven. So fear is a consequence of backsliding in your life. Heeft angst vandaag toegang in jouw leven? Does fear have access onto your life today? Waar vrees jij voor? What are you afraid of? Versterk dan je band met God. You have to strengthen your relationship. En je zal zien dat je angst ook zal verdwijnen in je leven. And you will see that your fear will depart away from your life as well. Ga zeker niet verder weg van God. Do not go away from God. Do not go further from God. Of blijf God niet ontkennen. Do not continue to deny God. Want als je dat doet, dan torpedeer je eigenlijk de oplossing voor je probleem of problemen. Because if you do that, you are turning your solution into a problem. De Bijbel zegt dat Abraham vreesde voor zijn leven. En the Bible says that Abraham was scared for his life. En hij vreesde meer voor zijn leven dan dat hij Sarah zou verliezen. And he feared more for his life than the fact that he could lose Sarah. En dat was eigenlijk allemaal te wijten omdat hij weggegaan was uit de nabijheid van God. And this was all because he had left the presence of God. Omwille van terugval. Because of backsliding. Dat is een gevaar van terugval. This is a danger of backsliding. Nu, het derde punt wat we zien is dat het verlies van Sarah was niet alleen een verlies van Sarah. And the third thing that we see is that the loss of Sarah was not only the loss of Sarah. Maar ook de vrouw met wie Abraham een kind het verlies van de vrouw waar God eigenlijk Abraham een kind mee zou geven. But also the loss of the woman of which God had said she will be the mother of his child. Dus het derde punt wat we zien is dat door
Gods aanwezigheid te verlaten, speelde Abraham ook zijn zegen kwijt. So the third thing that we see is that by leaving the presence of God, Abraham also lost his blessing. Een kind van Sarah en hemzelf. A child by he, from him and Sarah. Waar Abraham van, of waar God in het begin, wanneer hij Abraham riep, naar verwees in de zegens die hij hem gaf. Where when God called him, God had mentioned or had told him, had promised him. En waar hij gezegd had dat hij Abraham een grote natie zou maken. Where he had said that he will make a great nation of Abraham. En waar hij later ook nog zei dat hij het land aan zijn familie zou geven. And where he said that he will give this land to his seed. Dus dat wil zeggen dat er een familie op komst was. So it means that there was a family coming. En dat er minstens één kind op komst was. And that there was at least one child that was coming. Maar door nu Sarah, door meer voor zijn leven te vrezen dan voor, om Sarah te verliezen. But by fearing more for his life than fearing to lose Sarah. Verloor hij niet enkel die vrouw. He did not only lose the wife. Maar verloor hij ook de beloftes die God eigenlijk aan hem gemaakt had. Om hem een grote natie te maken en om kinderen te krijgen samen met Sarah. But he also lost the promise of God that said that he would have children with Sarah. En dat was nu in de eerste plaats waarom dat Abraham God was gaan volgen. And that was the reason in the first place that Abraham had decided to follow God. Dus het verlaten van God kunnen we ook gelijkstellen aan het kwijtspelen van alle beloftes die God maakt in zijn woord en in de Bijbel naar ons toe. So losing God, we can also link it to losing the promises that God has made about us in his Bible, en dat is een, the word of God. En dat is een heel, heel groot probleem of een heel groot gevaar wanneer we terugval ervaren in ons leven. And that is a very big problem issue when we experience backsliding in our lives. Nu, het vierde gevaar dat we zien is dat op een gegeven moment is Abraham niet bang meer om te liegen. And the fourth thing that we see that is that at a certain moment Abraham is no longer afraid to lie. En zijn leugen is niet dat Sarah zijn zus is. And his lie is not that Sarah is his sister. Want in feite, als we verder lezen in de Bijbel, zullen we zien dat Sarah de halfzus is van Abraham. Dus hij loopt niet dat ze zijn zus was. When we read, we can see that she was in fact his half sister, so he was not lying. Maar te ontkennen dat Sarah zijn vrouw is, is een leugen die hem onmiddellijk zuur opbreekt. But rejecting the fact, refusing that she is his wife, is a lie that immediately counts. Nu, leugens zijn toegelaten in de wereld. Now lies are allowed in the world. Omdat de wereld God ontkent. Because the world refuses, rejects God. En ook Gods woord ontkent. And the word of God. Een leugen is in feite alles wat in conflict is met Gods woord. And a lie is in fact everything that is against the word of God or not according to the word of God. Want de Bijbel zegt dat het woord van God is de waarheid. Because the Bible says that the word of God is the truth. Dus alles wat in conflict is met het woord van God is in feite een leugen. So everything that is in conflict with the word of God is a lie. Maar aangezien voor de wereld God niet bestaat en dus het woord van God ook niet bestaat. But seeing from the fact that the word says that the word of God is not true and that God is not true. Bestaan er ook geen leugens in de wereld? It means that in the world no lies exist. Want alles is toegelaten. Because everything is allowed. En dat is wat we vandaag de dag ook zien. And that is what we see today. Hoeveel mannen en vrouwen ontkennen hun relatie, hun huwelijk? How many men and women refuse their marriage? Deny. Yeah. Hun huwelijk en plegen daarom echtbreuk. And commit adultery because wanneer ze een andere aantrekkelijke man of vrouw zien. Because when they see another woman or guy that is pleasing. Nu, echtbreuk is een zonde tegen een van de 10 geboden van God. Now adultery is one of the sins against the 10 commandments. Maar vandaag lijkt het alsmaar normaler te worden in de wereld. But today it seems more and more normal in the world. Dus de wereld accepteert echtbreuk. So the world accepts adultery. Maar echtbreuk is in feite een leugen tegen Gods woord. But adultery is in fact a lie towards the word of God. Dus in feite vanaf het moment dat Abraham zich van God weggaat.
So from the moment that Abraham goes away from God, en dat begint gaan te reiken naar Egypte, naar het wereldse leven. And that he starts to reach for Egypt and the worldly life. Is hij niet bang meer om te liegen? He is no longer afraid to lie. Hij is bang om allerlei andere dingen, maar hij is niet bang om te liegen. He's scared of a lot of other things, but he's not scared to lie. Hij is niet bang van God meer om te liegen. He is no longer afraid of God to lie. Maar hij is wel bang om zijn leven te verliezen. He is afraid to lose his life. Wie is de eigenaar van het leven? Who is the owner of life? Is het niet God? Is it not God? Zegt de Bijbel niet dat wanneer God in Adam de levensadem blazen, dat Adam tot leven kwam? Does the Bible not say that from the moment that God breathed in the nostrils of Adam, that Adam came to life? Maar Abraham nu ontkent God door hem door te beginnen liegen. But here Abraham denies God by beginning to lie. Door zijn huwelijk te ontkennen. By denying his marriage. Prijs de Heer. Praise the Lord. Laten we verder lezen in vers 14, 15 en 16. Let us continue to read in verse 14, 15 and 16. Waar we nog een aantal gevaren voor van terugval zullen zien. Where we can see a few other dangers of backsliding. En de Bijbel zegt, en toen Abraham Egypte binnentrok, zagen de Egyptenaar dat Sara een heel mooie vrouw was. So it was when Abraham came into Egypt that the Egyptians saw that the woman, that she was very beautiful. En de Bijbel zegt in vers 15, de dienaren van de farao vertelden hem over haar. And the princes of Pharaoh also saw her and commended her to Pharaoh. En daarom liet de farao Sarai naar zijn paleis brengen. And the woman was taken to Pharaoh's house. En vers 16 zegt, en hij was goed voor Abraham. Farao was goed voor Abraham. And Pharaoh treated Abraham well for his sake. Omdat hij met Sarah wilde trouwen. En hij gaf hem schapen, koeien, ezels, slaven, slavinnen, vrouwtjes, ezels en kamelen. He had sheep, oxen, male donkeys, male and female servants, female donkeys and camels. Nu, een ander gevaar van terugval is dat Abrahams woorden beginnen zich tegen hem te keren. Another danger of backsliding is that the words of Abraham started to turn against him. Nu, we zien dat de manier waarop Abraham spreekt wijzigt, of totaal wijzigt, omdat hij niet meer in de aanwezigheid van God is. We see that the way of talking of Abraham changes because he's no longer in the presence of God. Nu, wanneer iemand in Gods aanwezigheid is, let de personen op hun woorden. When people are in the presence of God, they watch out for their words. Je zal zien dat wanneer mensen in de kerk komen, you will see that when people come into the church, dat onmiddellijk dat hun woordenschat kan wijzigen. Immediately they are there. Ook al zijn het wereldse mensen zullen op hun woorden beginnen gaan te letten. Mensen beginnen hun woorden gaan te wikken en te wegen. People start to really discern their words, to really care for them. Juist omdat ze in de kerk komen, in de nabijheid van God komen. Because they come into the presence of God. Maar we zien dat vanaf het moment dat Abraham een terugval kent. But from the moment that Abraham backslides, maakt hij een profetie. He prophesizes. Hij spreekt woorden die hij normaal niet zou spreken. He speaks words that he normally would not speak. Want elke profetie is geen goede profetie. Because not all prophecies are good prophecies. En Abraham zegt, de Egyptenaren zullen zien dat jij een mooie vrouw bent. And Abraham says that the Egyptians will see that you're a beautiful lady. Nu, en effectief, deze woorden komen tot stand en we hebben ze juist ook gelezen. En de Bijbel zegt, in fact, all these words come to pass as we just read them. Toen Abraham Egypte binnentrok, zagen de Egyptenaren dat Sarah een hele mooie vrouw was. And it came to pass when he came into Egypt that the Egyptians saw that the woman was beautiful. En de Bijbel zegt dat de dienaren van Farao vertelden het aan Farao en Farao liet Sarah naar zijn paleis brengen. And the princes of Pharaoh also saw her and commended her to Pharaoh and the woman was taken into Pharaoh's house. Nu, wat was er slecht aan dit woordgebruik? Now what was bad about his words? Was dat deze woorden tot stand kwamen. Is that these words came to pass? En als Abraham, wanneer Abraham in de nabijheid was van God, was hij bewust van datgene wat hij mocht spreken en wat hij niet mocht spreken.
And when he was in the presence of God, he was aware of the things that he could say and could not say. Vandaag moeten we ook letten op ons woordgebruik. And today we also have to watch out for our the words that we use. Maar in de wereld is elk woordgebruik toegelaten. But in the world every word is allowed. En in de wereld gelooft men niet of heeft men geen kennis dat woorden geesten of krachten zijn. And in the world people are not aware that words are powers. En dat woorden zich beginnen te manifesteren. And that they can start to manifest. En daarom moeten we letten op wat we zeggen. And that is why we have to watch out for what we say. Want woorden blijven rondwalen totdat ze eigenlijk tot stand zijn gebracht. Because words will continue to fly around until they really come to pass. Tenzij ze door een geestelijke autoriteit gebroken worden. Unless they are broken by a spiritual authority. Nu vanaf het moment dat Abraham van de nabijheid van God verlaat. So now from the moment that Abraham leaves the presence of God. Zien we dat hij niet meer let op wat hij zegt. We see that he no longer looks or cares for what he says. En hij begint dingen gaan te zeggen. And he starts to say things. En deze dingen beginnen zich ook te gaan manifesteren. And these things start to manifest themselves. Ook al zijn ze niet goed. Ook al although they are not good. Hij zei dat in feite zei dat een huwelijk gebroken zal worden, dat de Egyptenaren zijn vrouw van hem zouden weggenomen zijn. And in fact he was saying that his marriage would be broken and that the Egyptians would take his wife. In plaats van te zeggen, ook al gaan we naar Egypte, ons huwelijk, wij zullen altijd bij elkaar blijven. Instead of saying, even though we go to Egypt, we will always be together. Zei dat jij bent een mooie vrouw en de Egyptenaren zullen u zien en ze zullen u wegnemen van mij. Instead of saying that you're a beautiful woman and the Egyptians will see you and take you from me. En vanaf het moment dat zij Egypte binnenkomen, manifesteert dat woord zich onmiddellijk. And from the moment that they enter into Egypt, that word manifests itself immediately. Eigenlijk had Abraham zichzelf of zijn huwelijk vervloekt. In fact, Abraham had cursed himself or his marriage. En deze vloek kwam tot stand. And this curse came to pass. Nu in de nabijheid van God en in de nabijheid van de kerk of het lichaam van Christus. And now in the presence of God and in the presence of the body of Christ. Leer je woorden te wikken en te wegen. You learn how to look out for your words. In de wetenschap dat zowel goede woorden als slechte woorden op zoek gaan om zich te manifesteren. With the knowledge that words will continue to fly around until they are able to manifest. En dat is een gevaar van terugval. And that is one of the dangers of backsliding. Dat wanneer we ons van de nabijheid van God verwijderen. That when we remove ourselves from the presence of God. Dat we onze woorden niet meer gaan wikken en wegen. That we will no longer look out for our words. En dat de woorden die we zeggen dat die zich gaan manifesteren of ze nu goed of kwaad zijn. And the words that we will say that they will manifest themselves whether they are bad or good. Terwijl dat wanneer we in de nabijheid van God zijn, we altijd zullen gericht zijn om goede dingen te zeggen, om goed nieuws te brengen. While when we are in the presence of God, we are more pushed to say good things, to prophesy good things. Nu een zesde gevaar is van terugval is pijn. The sixth danger of backsliding is pain. Nu de wereld voegt pijn toe aan iemands leven. The world adds pain into the life of people. Terwijl God de bedoeling heeft om de pijn van mensen weg te nemen. While God has while God's purpose or one of his purposes is to remove pain from the lives of people. We zien dat Abraham en Sarah nooit van elkaar zijde waren geweken. We see that Abraham and Sarah they were never separated. Het waren twee geliefden. They were two lovers. Ze waren getrouwd. They were married. En zoals de Bijbel zegt, ze waren één vlees. And as the Bible says, they were one flesh. Ze voelden elkaars pijn en ze voelden elkaars vrede, een vreugde. Each other's pain and felt each other's joy. Maar nu worden ze van elkaar gescheiden. But now they are separated from one another. En in het begin kan de angst van Abraham voor zijn leven nog wel overhand hebben gehad over de beslissingen die zij namen. The fear of Abraham could have had an influence or could have influenced the decisions that they made. Maar toen Farao
Maar toen Farao Abraham, of wanneer Abraham Farao, of wanneer Farao Abraham zegende met dienaren, met dieren, met goud en met zilver. When Abraham was blessed by Pharaoh with silver, with servants, with oxen and camels. Voor een moment kunnen deze giften of deze zegens van Egypte kunnen deze de pijn verzacht hebben. For a moment the pain could have been eased through all these gifts that he received. Maar op een gegeven moment moet Abraham wel tot inzicht zijn gekomen. But at a certain moment he must have come to insight. Elke avond dat hij ging slapen. Every evening that he went to sleep. Dat hij naar bed ging. That he went to bed. Dat hij alleen naar bed ging. That he went to bed alone. En dat normaal gezien zijn vrouw naast hem moest liggen. And that normally his wife was supposed to be next to him. En dat nu zijn vrouw ergens anders was. And that his wife now was somewhere else. En dat de mogelijkheid bestond dat zij naast een andere man lag. And that the possibility that there was a possibility that she was next to another. Kan je die pijn voorstellen? Can you imagine that pain? Dat is een gevaar van terugval. That is one of the dangers of backsliding. Dit soort pijn, het moet niet altijd in het huwelijk zijn. Het kan ook in andere situaties zijn. Type of pain, it must not always be in marriage. It can be in another situation. De Bijbel zegt Abraham had ezels. The Bible says that Abraham had oxen. Hij had koeien. He had cows. Hij had schapen en geiten. He had sheep and goats. Maar ik geloof niet dat hij met hen ging slapen. But I don't believe that he went to bed with them. Of dat hij met hen ging praten. Or that he went to talk with them. Dat hij zijn problemen aan hen voorlegde. That he could explain his problems. En dat ze hem steunden en dat ze hem kracht gaven. And that they were supporting him and strengthening him. Zij waren geen vlees van zijn vlees en beenderen van zijn beenderen, zoals Adam het zo mooi zei. They were not flesh of his flesh or bones of his bones as Adam said it. Toen Abraham bij God was. When Abraham was with God. Had hij deze pijn niet. He did not have this pain. En hij lag elke avond lag hij samen met Sarah in het bed. And every evening he was with Sarah in bed. En kon ze samen met over die problemen praten. And they could talk about these problems together. En elkaar steunen. And strengthen each other. Maar nu. But now, hoe pijnlijk moet dit geweest zijn? How painful could this be? Ook al was hij rijk. Even though he was rich. De wetenschap dat zijn vrouw ergens anders, misschien met een andere man lag. The knowledge that his wife was somewhere else with another man. Dus terugval brengt pijn met zich mee. Backsliding brings pain. Prijs de Heer. Praise the Lord. Nu gaan we ook nog het laatste stuk teruglezen van 17 tot 20. And we are going to read the last piece from 17. To 20. En de Bijbel zegt, maar de Heer strafte de farao. But the Lord plagued Pharaoh. En iedereen in zijn paleis met allerlei ziektes. And his house with great plagues. Omdat hij Sarah, de vrouw van Abraham, bij zich in huis had gehaald. Because of Sarah, Abraham's wife. En toen riep de farao Abraham en hij zei. And Pharaoh called Abraham and said. Waarom heb je dit gedaan? What is this you have done to me? Waarom heb je me niet verteld dat ze je vrouw was? Why did you not tell me that she was your wife? Waarom heb je gezegd dat ze je zus was? Why did you say she was? Ik was bijna met haar getrouwd. I might have taken her as my wife. Hier is uw vrouw terug. Now therefore here is your wife. Neem haar en verdwijn. Take her and go away. En de farao gaf zijn mannen het bevel om Abraham en zijn vrouw met alles wat ze hadden het land uit te zetten. So Pharaoh commanded his men concerning him that they sent him away with his wife and all that he had. Nu je moet één ding weten. Now you have to know one thing. Dat wanneer je van Gods nabijheid weggaat, wanneer je beloofd hebt om met hem te gaan. When you leave the presence of God after promising that you would follow him. En dat je gezegd hebt dat je Jezus zal volgen, dat je zijn woord zal volgen. And that you, when you have said that you will follow Jesus, that you will follow the word of God. Dat vanaf het moment dat je de nabijheid van God verlaat. From the moment that you leave the presence of God. Dat God jou terug wil herstellen. God wants to restore you. En in feite is dat een goed ding. And in fact, this is a good thing. Op zich is dit niet een gevaar van terugval. This is not truly a danger of backsliding. Maar het is wel een gevaar voor de zegens die je van de wereld hebt gekregen. But it is a danger for the blessing that you have received from the world. Waaraan je misschien gehecht hebt tijdens je terugval.
those things that you have maybe got attached to. En de verzachtende omstandigheden die je de pijn helpen dragen van de terugval. And all those things that helped you to ease the pain when you backslided. Maar wat zien we hier? But what do we see here? Nadat Abraham was teruggevallen en naar Egypte was gegaan. After backsliding and going back to Egypt. En nadat Abraham zijn vertrouwen in Farao had gesteld. And after putting his trust in Pharaoh. Zien we dat God Farao strafte. We see that God punishes Pharaoh. De Bijbel zegt dat God Farao strafte. The Bible says that he punished him with plagues. En dat Farao die voordien Abraham en Sarah goed gezind waren. And Pharaoh that liked Abraham and Sarah. Dat die zich nu tegen hen keerde. That he now turned against them. Ze werden verworpen door de wereld. They were rejected by the world. Ze werden verworpen door de koning van de wereld. They were rejected by the king of the world. Nu wanneer je gekozen hebt voor God. When you have chosen for God. Moet je weten dat je eigenlijk een vijand van de duivel bent geworden. You have to know that you have become an enemy of the devil, in fact. En wanneer je nu terug naar de duivel reikt. So now when you try to reach back for the devil. Zal dat op de een of de andere keer zich tegen jou beginnen gaan te keren. One way or another it will turn against you again. Wanneer hij werkelijk weet wie jij bent. When he truly knows who you are. Wanneer hij te weten komt wie jij bent. When he realizes who you are. Nu anderzijds zien we dat God je niet zomaar in de handen van de duivel zal geven. Now the other way around we see that God does not just leave you into the hands of the enemy like that. Maar hij zal er alles aan doen om je terug uit de handen van de duivel of van het wereldse weg te brengen. But he will do everything to get you out of the hands of the enemy. En als dat betekent dat hij de wereld al zal toe aanzetten om jouw pijn te doen. And if that means that he has to let the world hurt you. Om jou terug in zijn nabij te brengen. To bring you back into his presence. Dan zal hij dat zeker doen. He will surely do that. De Bijbel zegt dat God strafte Farao. The Bible says that God plagued Pharaoh. En de enige reden waarom God Farao strafte was omdat hij wou dat Abraham terug naar Canaan, naar het beloofde land keerde. And the only reason why he had done that is because he wanted Abraham to come back to Canaan. En wat doet Farao? And what does Pharaoh do? Farao zegt: opoppelen hier, je moet weggaan. He says you have to leave here. Je kan hier niet blijven. You cannot remain here. Ga ergens anders naartoe. Go somewhere else. Want jij vervloekt mijn land, jij vervloekt mijn mensen. Because you are cursing my country, you're cursing my people. Jij vervloekt ons werelds leven. You're cursing our worldly life. Nog, je ziet dat op een gegeven moment. You see that at a certain moment. Wanneer je eigenlijk uit de nabijheid van God weggaat. When you leave the presence of God. Dat je in een en dat, dat je eigenlijk je leven aan God gegeven hebt. And that when you had actually given your life to God. Dat je eigenlijk in een soort niemandsland terechtkomt. You enter into nobody's land, in fact. God kan je niet volledig meer beschermen. God cannot protect you completely. En de duivel of het wereldse leven zal jou niet accepteren. And the worldly life or the devil will not accept you. En je behoort nergens meer toe. And you don't belong anywhere. En dat leidt tot depressie. And it leads to depression. En Abraham zat in een depressie op dat moment. And Abraham was in a depression at that moment. Maar volgende week zullen we zien. But next week we'll see. Bij Gods genade of de week daarna zullen we zien dat Abraham terug naar de nabijheid van God reikt. We will see that Abraham reached for the presence of God again. En dat er na terugval ook herstel mogelijk is. And that after backsliding, restoration is still possible. Prijs de Heer. Praise the Lord. Nogmaals op een rijtje de gevaren van terugval in geloof. So once again, let us mention all the dangers of backsliding that we have seen. Of het verlies van geloof dat we ook zien dat Abraham heeft ervaren. Or the loss of belief that we have seen that Abraham has experienced. En zoals Abraham het ervaren heeft, ook wij als gelovigen kunnen deze terugval ervaren in ons leven soms. And
And just as Abraham has experienced it, we also as believers we can experience it in our lives. Het eerste gevaar, je gaat dingen anders zien. The first one is that you will start to look at things differently. Je gaat negatieve dingen zien. You will see things negative. Terwijl dat je in de nabijheid van God dingen positief zag. Whereas in the presence of God you were seeing things in a positive way. Ten tweede. Secondly. Angst krijgt toegang in je leven. Fear has access onto your life. Ten derde, Gods belofte, je gaat Gods beloftes verliezen. You will lose the promises of God. Dat wat God belooft in zijn woord. What God promises in his word. Die dingen kunnen niet tot stand komen in je leven. Those things cannot come to pass in your life. Ook al zijn het beloftes. Even though they are promises. Omdat er terugval is in je leven, kan je die beloftes niet zien tot stand komen. Because there is backsliding in your life, you cannot see these things come to pass in your life. Het vierde gevaar is dat leugens worden normaal in je leven. The fourth one is that the lies become normal in your life. Omdat je verder en verder van de waarheid verwijdert. Because you distanciate yourself further and further, more and more from the truth. Het vijfde gevolg of gevaar is dat je de woorden in je mond of de negatieve woorden in je mond in je mond die gaan zich ook manifesteren. The fifth one is that the negative words in your mouth they manifest themselves. En het zesde is pijn. And the sixth one is pain. Pijn die je voordien niet ervoor. Pain that you did not experience before. Of die je niet voelde. Oh, that you did not feel before. In de nabijheid van God. In the presence of God. En het laatste punt wat we gezien hebben is dat God kan zich ook tegen jou keren. And the last one that we saw is that God can turn himself against you. Niet rechtstreeks tegen jou, maar tegen de wereldse zegens, tegen het comfort dat je van de wereld gekregen hebt. Not directly to you, but towards the worldly blessings, the worldly possessions that you have received. Nadat je teruggevallen bent en terug naar de wereld gereikt hebt, ontvang je zegens van de wereld. When you reach back for the world, you receive some blessings. Maar God kan deze zegens wegnemen. But God can take them away. Om jou terug te herstellen. To restore you. Ik hoop dat er vandaag iemand tot inzicht is gekomen. I hope that somebody has come to insight today. Ken jij een terugval in je geloof? Do you know backsliding? Have you experienced backsliding in your belief? Overkom de schaamte en keer terug naar God. Just overcome that shame and come back to God. In Lucas 15 kan je lezen over het verhaal van de verloren zoon. In Luke 15 you can read the story of the lost son, the parable of the lost son. En deze jonge man kende ook een terugval in zijn geloof. And this young man he experienced backsliding in Maar toen zijn situatie verslechterde. But when his situation worsened. Overkwam hij alle schaamte. He overcame all shame. En keerde hij terug naar de vader. And he went back to his father. Nu als je deze boodschap aanhoort. When you hear this message now. En je herkent jezelf in een situatie van terugval. And you recognize that you are in a situation of backsliding. En iedereen kent wel eens een terugval in zijn geloof. And everybody knows or has been through a backsliding. Of je bent misschien nog nooit tot geloof gekomen. Or you have never come to believe even. En je herkent jezelf in de situatie van Abraham in Genesis 12. And you recognize yourself in the story of Abraham in Genesis. Dan is het de grootste of de hoogste tijd om eigenlijk een beslissing te nemen in je leven. Then it is highly time to take a decision in your life. En om tot God te komen. And to come to Christ. Of tot God terug te keren. Or to come back to God. En God wil je met zijn open armen ontvangen. And God wants to accept you with all his with his open arms. Zoals Jezus op het kruis van Calvary. Just as Jesus on the cross of Calvary. Hij heeft die pijn doorstaan. He overcame hij heeft die schaamte overkomen. He overcame that shame. En hij staat klaar om ons te ontvangen met open armen. He is ready to welcome us with open arms. Je hoeft je niet te schamen. So you do not have to zoek jezelf een Bijbelgefundeerde kerk. Look for a Bible-based church. En overkom elke terugval. And overcome every backsliding. Onze kerk is Believer Assembly Ministries International. Our church is Believer Assembly Ministries International. En je vindt ons in Heist op den Berg, Mechelse Steenweg 1. And you can find us in Heist op den Berg, Mechelse Steenweg 1. We hebben ook kerken in Antwerpen, in Sint-Niklaas, in Menen, in Turnhout.
We also have churches in Antwerp, in Sint-Niklaas, Menen en Turnhout. Woon je in die omgevingen? Geef ons dan een seintje en we zullen je onze coördinaten doorsturen. If you live in those environments, just send us a message and we'll send you the addresses. Vandaag voordat we afsluiten. Today before we close. Wil ik voor je bidden. I want to pray for you. Dat God je kracht zal geven. That God will give you strength. Heer, ik bid vandaag voor de mensen die luisteren. Father, today I pray for the people that hear, that listen. En die zwak zijn vandaag. And that are weak today. Zwak in hun geloof. Weak in their belief. En die zich weggekeerd hebben van uw kerk, van het lichaam van Christus. And that have turned their backs from the word of God, from Christ. En die gebrek hebben aan uw woord, aan de kracht van uw woord. And that do not have enough of your word. En die gebrek hebben aan de kracht van uw Heilige Geest. And the strength of your Holy Spirit. Heer, vandaag. Heavenly Father, today. Als ze het woord hier aan het woord hebben. As they have heard the word of God today. Geef hen de kracht. Give them the strength. Om terug te keren naar uw kerk. To come back. Om terug uw woord aan te horen. To hear your word again. En om terug hersteld te worden. And to be restored. Na de terugval die ze gekend hebben. After the backsliding that they have experienced. Vader, wij danken u. Heavenly Father, we say thank you. Geef uw mensen grote getuigenissen. Give your people great testimonies. En maak de duivel tot schaamte. And put the devil to shame. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Volgende week gaan we verder bidden met deze, want we hebben heel veel gebeden betreffende deze verzen die we vandaag gelezen hebben. Next week we are going to pray with those with these verses because we have a lot of prayer points that we. Dus als je behoefte hebt aan gebed. So if you need prayers. Dan kom dan volgende week online met ons. Certainly follow us next week Wednesday. Want volgende week gaan we een volledig uur bidden. Because for a whole hour we are going to pray. Prijs de Heer. Praise the Lord. We hopen je volgende week ook weer terug te zien. We hope to see you next week. Bij Gods genade. By God's grace. Vergeet de boodschap niet te delen. Do not forget to share the message. Er zijn vele mensen die in handen zijn van de duivel. There are a lot of people that are in the hands of the devil. En er zijn vele mensen die verleid zijn en die afgeleid zijn van de wegen van God. And there are a lot of people that are distracted from the ways of God that are taken away from the ways. Maar God wil hen allen herstellen. But God wants to restore them all. Hij wil jou ook herstellen. He wants to restore you too. En daarom deel deze boodschappen. And that is why share this message. Zodat zoveel mogelijk mensen uit de handen van de duivel kunnen gered worden. So that as much people as possible will be saved, will be taken away from the hands of the enemy. Prijs de Heer. Praise the Lord. We hopen je volgende week ook weer terug te zien. We hope to see you again next week. Ik wens je nog een gezegende nacht. I wish you a blessed evening. En tot volgende week. God zegen. Bye bye. See you next week. God bless you. Bye bye.